29 februari, Schrikkeldag. En God zei dat er lichten zijn aan het uitspansel van de hemel, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. Genesis 1, vers 14. Weet u de ordinantiën van de hemel? Job 38, vers 33. Lezen Job 38, vers 31 tot 38. Toen God Job terecht wilde brengen, voerde hij hem terug naar de schepping, want daarin ligt uitgesproken de volstrekte afhankelijkheid van het schepsel tegenover zijn maker. Een reeks van vragen overstelpt Jobs hoogmoedig brein. Hij had God willen narekenen en zelfs corrigeren in zijn zedelijke wereldorde. Dwaas die hij was, kon hij ook zelfs maar in de natuurlijke wereldorde zijn God narekenen. Kent u, zo dondert God hem toe, kent u de ordinantiën van de hemel? Hebt u de baan van de hemellichamen secuur becijferd? Nu is het vandaag Schrikkeldag. En och, wij zullen ons werk wel weer doen in zijn gewone gang. Maar het is toch goed op Schrikkeldag diezelfde ondervraging van God te verduren. Want er is iets geheimzinnigs in deze dag. Hij is een concessie van de wetenschap. Laat ons eraan verbinden een confessie van het geloof. Voor de wetenschap is deze dag een concessie. Dat wil zeggen, zij moet eerlijk belijden dat al onze kalenderwijsheid niet in staat is een jaar zo in te delen dat onze berekening precies klopt met de werkelijkheid die daar is in de wenteling van de hemellichamen. Er blijft bij het rekensommetje dat onze jaarindeling heeft opgebouwd een rest waarmee we niet goed raad weten en die we zo eens in de 4 jaar trachten weg te werken om weer in het gelijk te krijgen de ordinantiën van de hemel en onze jaarindeling. Daar ligt iets geheimzinnigs in. De wiskunde is een secure wetenschap van verzekerde mensen. En toch werkt ook zij met een getal waarvan de juiste grootte niet is aan te geven. Ook al is de weg van de hemellichamen zo regelmatig en de gang van de hemel zo secuur, het is nog niet gelukt Gods wagens boven het luchtig zwerk hoog boven ons sterfelijk hoofd bij te houden. De wenteling van de wielen van Gods wagen van de tijden lacht soeverein om onze dappere wiskundige formules. God zelf heeft de hemellichten gezet tot vaste tijdmeters. Zij beheersen begin en eind en duur van onze zonnejaren. Maar met al onze wijsheid hebben wij het toch nog niet zo ver gebracht dat wij vrijmoedig ja zouden kunnen antwoorden als God ons de vraag van Job voorlegde. Kent u de ordinantiën van de hemel? Wij moeten met Job terug naar de gronden van de soevereine scheppingsdaad van God. Laat ons nu maar de toepassing van de Schrikkeldag precies zo maken als God ze aan Job heeft willen leren. Zwijg voor hem, nietig mens. Zelfs uit de sterrenwereld kunt u niet wijs worden. En tot in de wiskunde liggen alle vraagstukken van wijsbegeerte en wereldsbeschouwing. Deze bijzondere dag, die maar eens in de 4 jaar beleefd wordt, bewijst ons dat onze kennis van de natuur stukwerk is, dat het daarom dwaas is tegen God een hoog woord te voeren. Indien de natuur reeds ons raadselen opgeeft, dan is het raadsel in de wereld van Gods recht en genade een niet te ontkomen ding. Ook de Schrikkeldag predikt de schrik van de Heere. Zingen Psalm 74, vers 16. In het kerkboek en liedboek Psalm 74, vers 10.